In dit proefcollege zal ik wat vertellen over het vak oudere letterkunde dat bij de master wordt gegeven, waarbij ik inzoom op één onderwerp, liefdesgedichten in de 17e eeuw. En aan de hand van dat onderwerp hoop ik dat jullie een inzicht krijgen in wat we bij oudere letterkunde doen. Eerst even iets over dat vak oudere letterkunde. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Het gaat daarbij om literatuur van de 12e tot en met de 19e eeuw. Een enorm lange periode dus, waaruit je meteen kan zien dat we maar een heel klein deel kunnen bespreken daarvan. We kunnen nauwelijks uit elke eeuw een tekst lezen en we gaan daar in grote stappen doorheen. Maar als het goed is heb je dan wel een mooi overzicht van de literatuurgeschiedenis aan het einde. En wat we daarbij doen is natuurlijk primaire teksten lezen van Van der Vos-Reinaerden tot Max Havelaar. En inzoomen op de vraag wat mensen vroeger lazen, waarbij we veelal teksten zullen plaatsen in een cultuurhistorische context en zullen kijken wat de betekenis of de functie was van een tekst in de context waarin deze verscheen. We beantwoorden de vraag wat vroeger literatuur was. Je zult erachter komen dat literatuur in de middeleeuwen en in de 17e, 18e en 19e eeuw iets anders was dan wat wij tegenwoordig onder literatuur verstaan. Waarbij je ook natuurlijk gelijkenissen gaat zien en verschillen. En dat maakt deze literatuur ook interessant. Een tragedie bijvoorbeeld verschijnt nog steeds. Herman Koch's Het Diner bijvoorbeeld is een tragedie. En is in die zin ook vergelijkbaar met een tragedie als Lucifer of de Gijsbrecht van Amstel van Vondel. Dus we gaan in op parallellen tussen vroeger en nu en tegelijkertijd op verschillen. Dat wil ik illustreren aan de hand van een 17e eeuwse dichter, Justus de Hardewijn. Je ziet hier dat hij geleefd heeft van 1582 tot 1636. En hij werd bekend als dichter vooral vanwege zijn sonnetten voor Rosemond. Die verschenen in de bundel De Weerlijke Liefde tot Rosemond. Eén zo'n gedicht wil ik hier voorlezen. Zoals gezegd, het is geschreven in de vorm van een sonnet. En als ik het voorlees, dan zie je vanzelf welke kenmerken in dat gedicht voorkomen. O blond gestruifeld haar, haar dat de zon bereidt, dat mijn jonkjarig hert houdt zo strange bevangen. O tanden van ivoor, o sneeuwwittige wangen, die het penseel van Appèl met purper heeft bevraaid. Dus die mooie sneeuwwitte wangen, die heeft het penseel van Apollo, de god van de schilderkunst, met purper bevraaid, dus daar heeft hij mooie rode konen op gezet. O lipkens daaruit dat liefde zijn schichten zaait, o mond daaruit dat stortte jeugd haar zoete zangen, o welbesneden hand die om mijn pijn te erlangen ontsteekt van nieuws de toorts die eens was uitgewaaid. Dus haar hand die prachtig van vorm is, die ontsteekt bij hem opnieuw de toorts. Zij steekt de vlam aan, die was uitgewaaid. O oogskens biedende vreugd en droefheid van gelijken, o borstjens die bezit Cupido voor zijn rijken, o keel die zoet geluid zo lang in de oren blijft, al haar lichaamsdelen worden hier de hemel in geprezen, o kuskens die mij dwaas ijdel troosthopen geven, o zoet zurige spraak die nu smeekt en nu kijft, gij doet mij duizendmaal daags hersterven en herleven. En uit die laatste strofe wordt duidelijk dat zij prachtig is, dat hij stapelverliefd is, dat was natuurlijk al duidelijk geworden, maar dat hij haar niet kan krijgen. En dat hij daarom duizendmaal per dag opnieuw sterft en opnieuw weer tot leven komt, omdat hij zo stapelverliefd op haar is. Als je dit zo leest, dan zou je denken dat de Hardewijn stapelverliefd was op ene Rosemond en zijn gevoelens uitdrukte in tientallen sonnetten over haar. Dat zouden we althans verwachten in moderne liefdesgedichten. De vraag is echter of dat in de 17e eeuwse republiek ook het geval was. En daarvoor moeten we terug. En we moeten terug naar Francesco Petrarca, die leefde in de 14e eeuwse in het 14e eeuwse Italië. Dit is Petrarca en hij is als dichter beroemd geworden
vanwege zijn canzonière, waarin sonetten voor Laura stonden. Petrarca wordt wel gezien als de eerste renaissancemens. We weten allemaal dat na de middeleeuwen de renaissance kwam en die begon in Italië. Petrarca stond daar aan de voorkant eigenlijk, doordat hij als een van de eerste de oude Grieken en Romeinen als voorbeeld nam voor zijn literatuur, in plaats van wat de middeleeuwers deden. Daarnaast dichtte hij als een van de eerste in de volkstaal, in het Italiaans dus, en niet in het Latijn. En bovendien dichtte hij over wereldlijke zaken, over zijn verliefdheid voor Laura dus, en niet alleen maar over religieuze zaken. Hiermee krijgt literatuur in de Renaissance dus een wat andere functie dan dat deze in de middeleeuwen had. Nou. Zoals gezegd werd hij als dichter bekend door zijn gedichten voor Laura, die hij bundelde in de sonnettenbundel Canzoniere. Net als de Harlewijn schreef hij in sonnetvorm, en ik geef hier een voorbeeld van zo'n gedicht in de Nederlandse vertaling. Die ogen zo vol vuur door mij beschreven, die armen, handen, voeten en gezicht, waardoor mijn hart soms zozeer werd ontwricht, dat ik met niemand meer kon samenleven. Die haren met een gouden glans doorweven, die glimlachjes zo warm op mij gericht, zijn nu vergaan tot stof, dat ergens ligt en elk gevoel voorgoed heeft prijsgegeven. En ik leef, maar doodvermoeid en het leven zat, en zonder het reddend licht dat op mij wachtte, steeds als de storm mijn schip geteisterd had. Verdwijn, o liefdeslied uit mijn gedachten, want weg is het talent dat ik bezat. Ik schrijf geen verzen meer, maar jammerklachten. Hier is de gelijkenis met de Harlewijn treffend. Er wordt een vrouw beschreven, om precies te zijn, allerlei lichaamsdelen van de vrouw. De ogen, de armen, de handen, de voeten, de gezicht. De glimlachjes. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat hij ook droevig wordt en pijn heeft van zijn verliefdheid. De glimlachjes zijn vergaan tot stof. Hij is doodvermoeid en hij is het leven zat. En hij voelt zich als een schip geteisterd door de storm. En hij schrijft, uiteindelijk blijkt dat uit de laatste strofe, jammerklachten en geen verzen. Als je dit zo leest, plaatst dat natuurlijk de Harlewijns gedicht in een ander licht. En je zou bijna gaan denken aan plagiaat. Dat is wat in de 17e eeuw populair was. Het imiteren van petrarchistische liefdesgedichten. Petrarca was in Italië en daarna in heel Europa immens populair. En overal in Europa gaat men zijn stijl imiteren. En dat doet men altijd in gedichten waarin topoi voorkomen, oftewel vaste stijlfiguren. En wat je in die gedichten stevast kunt herkennen, dat zijn de prachtige lichaamsdelen van de vrouw. De vrouw wordt altijd op een voetstuk gezet en zij is altijd onbereikbaar, waardoor de minnaar veel pijn ervaart. De Harlewijn was misschien wel verliefd op een meisje dat Rosemond heette, maar helemaal zeker weten we dat niet. En zijn gedichten zijn in ieder geval niet voor 100% een uitvloeisel van zijn eigen emoties. Dus doordat wij die sonnetten van Petrarca kennen en doordat we ook heel veel andere liefdesgedichten uit die 17e eeuw kennen, kunnen we de literatuur beter begrijpen. In de 17e eeuw was het veel populairder om bestaande genres te imiteren en soms ook te verbeteren, in plaats van zelf iets origineels te schrijven. Dit was het voorbeeld, het sonnet van Petrarca, en de Harlewijn deed dat zo goed mogelijk na, waarbij niet is uitgesloten dat er wel echt een Rosemond heeft bestaan natuurlijk. Die gedichten van Petrarca waren zo populair, zo invloedrijk en ook zo bekend bij het lezerspubliek, dat er al snel parodieën op verschenen. En een van de bekendste dichters die parodieën schreef op liefdessonnetten was Willem Godschalk van Fokkenbrog, die iets later dan de Harlewijn ook leefde in de 17e eeuw. Ik lees een stukje voor uit een gedicht aan juffrouw N.N., een anonieme mevrouw. En omdat het een vrij lang gedicht is, lees ik niet alle strofen daaruit voor, maar slechts een gedeelte.
Hoe zal ik best uw lof verhalen? O schone, die zo menigmalen mijn deur en stoep de eer aandoet, vandaar uw weg voorbij te maken, en die mij schier mijn gal doet braken, als ik u over straat ontmoet. Helaas, hoe menig duizend werven heb ik gedacht om u te sterven, uit pure onzinde razernij, wanneer ik u niet kost ontwijken, maar juist dat bakhuis aan moest kijken dat steeds de koorts jaagt door mijn pij. Ook hier heeft iemand pijn van, maar nu niet van liefdesverdriet, maar eerder van de lelijkheid van deze mevrouw. En dat wordt uitgewerkt in de volgende strofe. Om dan je tronie af te meten, zo dunkt mij dat hij in zijn breedte omtrent zal zijn van 16 steek. Zij heeft dus een heel breed gezicht, gelijk mij goedkoop was te raden, door al de strepen en de naden die ik daar onderdaags in keek. Haar gezicht zit vol rimpels. Uw nette en sierlijke lokjes, meest uitgevreten door de pokjes, die distilleren smeer en smout, en krullen zo zoet door elkander, dat men de ene door de andere vaak aanziet voor gekoud zoethout. Uw oogjes, die als dove kolen, u zitten in de kop verscholen, zo diep dat men die pas kan zien, daar ziet men zoveel gom uitlopen, daar komt zoveel pus uit, dat gij, zo gij die woudt verkopen, daar wel een stad mee zou voorzien. Uw oude half verdroogde prammen, gekleurd gelijk Westfaalse hammen, die draag je dan eens op je buik, dan op je rug, gelijk de maaiers, of even als monsieur de haaiers, haar knapzak met haar waterkruik. Uw vel, waarin je magere schinkels pas rammelen als een zak met rinkels, hangt u los om het vlees en been. Dat ik heel wel zou wedden willen, dat men er zo gij u liet villen, wel 3 paar trommels mee zou kleden. Doch wil de dood u nog wat sparen, zo zal men u nog voor lantaarn gebruiken kunnen door de stad. Indien me juffer slechts na deze, hetgeen licht niet wel zou kunnen wezen, een kaars kan velen in haar gat. Oftewel, deze mevrouw, die mag nog even blijven leven, want we kunnen haar nog wel als lantaarnpaal gebruiken, door haar op haar kop te zetten en een kaars in haar gat te steken. Ten slotte, in de laatste strofe, eindigt de dichter, doch hiermee zal ik laten blijven uw schone gave te beschrijven, mits dit genoeg is tot mijn wens, mits betekent in de 17e eeuw omdat, om elk eens oordeel te doen strijken. Dus iedereen mag zelf oordelen wat of je het best wel zult gelijken, een beest, een nikker of een mens. Daarmee wordt de parodie bijna een stuk goffer nog, waarbij zij aangetekend dat in de 17e eeuw een nikker nog niet dezelfde racistische bijklank had, maar heel duidelijk wel negatief. Goed. Daarmee hebben jullie kunnen zien wat voor literatuur er in de 17e eeuw zo al verscheen. Er verschenen natuurlijk nog veel meer soorten teksten dan alleen 17e eeuwse liefdesgedichten. En die gaan we allemaal de revue laten passeren. Maar je hebt nu wel een inkijkje in de manier waarop we de teksten zullen bespreken. En nu kun je ook beter zien wat met deze afbeelding, die ook al op de eerste dia van deze PowerPoint stond, werd bedoeld. We zien hier Cupido schaatsen. En Cupido is ook afkomstig van de Italiaanse oudheid. Van de Griekse en Italiaanse oudheid. Werd vaak hergebruikt in allerlei 17e eeuwse afbeeldingen en gedichten. Maar tegelijkertijd ook vernederlandst. Daarom zien we hier Cupido, een typische Renaissance afbeelding, afgebeeld op zijn Nederlands. Dat is het leuke van die Nederlandse 17e eeuw. We zien allerlei Renaissance elementen, maar ingevoegd in een Nederlandse context.